Gebruik van de bovenwegen. Voor het gebruik van de bovenwegen heb je de volgende materialen nodig. Een labjournaal, een spatel, een weegschuitje, bekerglas, bovenwegen, kwast, papier, af te wegen stof, bijvoorbeeld natriumchloride. Het verschil met de analytische balans is dat een bovenweeg gebruikt wordt voor het maken van reagentia of het afwegen van grote hoeveelheden. Een analytische balans wordt gebruikt voor het precies afwegen van monsters en standaarden. Bij het gebruik van de bovenwegen kan gebruik worden gemaakt van een weegschuitje, een bekerglas of een kolf op een kurkenring. Bij het gebruik van een weegschuitje kan de procedure van de analytische balans gevolgd worden. Hier wordt de procedure met een bekerglas getoond. Voordat de balans gebruikt kan worden, moet de balans schoon worden gemaakt met de kwast. Om de juiste massa te kunnen afwegen, moet de balans waterpas staan. Met behulp van de stelschroeven aan de onderkant van de balans kan de balans waterpas worden gesteld. Bij het afwegen van een vaste stof wordt een bekerglas gebruikt. Het bekerglas wordt op het weeggedeelte gezet en op het display wordt op TARE gedrukt. De balans staat nu op nul. Met een schone spatel wordt de gewenste hoeveelheid stof overgebracht in het bekerglas. Het bekerglas wordt vervolgens op de balans geplaatst en de massa wordt genoteerd in het labjournaal. Indien naar onvoldoende stof is afgewogen, herhaal je de handeling. Bij een teveel aan stof wordt een gedeelte eruit gehaald met de spatel en in het vaste afvalstoffenvat overgebracht. Let op dat je geen stof toevoegt als het bekerglas op de balans staat. De tafel rond de balans wordt schoongemaakt met een nat stukje papier.